In deze tutorial gaan we een nieuwsbrief opmaken en verzenden. We loggen in via de admin, gaan naar e-mail marketing, e-mail campaigns en voegen een nieuwe nieuwsbrief toe. Die nieuwsbrief noemen we nieuwsbrief januari 2014. Het is een eenmalig niet herhaald te verzenden nieuwsbrief. Deze data kun je natuurlijk wijzigen. We gaan naar meer. Het wordt een nieuwsbrief die door de VMWF wordt verzonden. En we gebruiken het schabloon desktop nieuws e-mail template. Kijken voor de zekerheid nog even of dat de goede is. En dat is het. We slaan het concept op. We gaan naar volgende. We versturen het in dit geval naar alle klanten. We gaan naar volgende. Kiezen geen schabloon. We klikken op inhoud en noemen het onderwerp nieuwsbrief januari 2014. Hier kunnen we de titel en de tekst inzetten. En we hebben dat voorbereid door Lorem Ipsum tekst als platte tekst in een teksteditor op te nemen. En de styling van deze tekst kunnen we nu gaan aanpassen. We klikken op This Class, zodat we er zeker van zijn dat het platte tekst is. En kiezen vervolgens een titelstijl die we daarvoor willen gebruiken. Dit is de hoofdtitel. Dit wordt een subtitel. En hieronder kiezen we voor een subkop. De tekst in het midden gaan we opmaken. En daar kiezen we in dit geval voor paragraaf, contactpagina en alinea-stijl. Dat geldt ook voor de volgende paragraaf. En voor de paragraaf die hier volgt. We slaan het concept op. We bekijken het voorbeeld. En dit is de styling zoals we die uiteindelijk hebben willen. Nu gaan we een foto invoegen. Dat willen we op deze plaats doen. Links uitgelijnd. Hier verschijnt de foto. Rechts verschijnt de tekst. We gaan terug naar de inhoud, plaatsen de cursor op de plek waar we de foto ingevoegd willen hebben, klikken op het icoon afbeelding beheerder, zorgen dat we in de image map, in de map nieuws gaan zitten en selecteren de foto dermatoscopie 2, die we overigens ook via bestanden kunnen uploaden. Kiezen vanaf het bureaublad of welke andere plek op de computer waar het staat. We kiezen dermatoscopie 2. Die voegen we in, slaan het concept op en kijken in eerste instantie naar de grootte en de wijze waarop het in de nieuwsbrief wordt ingevoegd. Zoals je hier ziet, is de foto in vergelijking tot de nieuwsbriefbreedte veel te groot. Die zullen we dus moeten verkleinen tot pak en beet 250 pixels breed. We gaan terug naar de inhoud, selecteren met de rechtermuisknop op de knop eigenschappen. Zorgen dat de verhoudingen gelijk blijven als we de breedte of de hoogte gaan wijzigen. En voeren hier de waarde 250 pixels breed in. We hebben geen randkleur. Boven houden we een marge van 10 pixels aan. Onder houden we ook een marge van 10 pixels aan. Rechts houden we een marge van 10 pixels aan. En links houden we geen marge aan. Want hij komt links uitgelijnd in de tekst. We drukken op OK. Slaan het concept weer op. En kijken naar het voorbeeld. Wat we nu nog niet gedaan hebben, is ervoor zorgen dat de tekst netjes om de foto heen loopt. Dat gaan we nu doen. Rechter muisknop, eigenschappen, uitlijning van de afbeelding. We zorgen dat die links uitgelijnd is. Klik op OK. Slaan het concept weer op. En bekijken het voorbeeld. Zoals je nu ziet, is de tekst netjes om het beeld heen geplaatst. Tot slot gaan we voor meer informatie over dit onderwerp dermatoscopie een tekst invoegen die refereert naar de pagina waar we de lezer van de nieuwsbrief op willen laten klikken. Kijk hier voor meer informatie en het woord hier willen we een hyperlink aan toevoegen. Het hyperlink symbool, dat is dit symbool, daar voeren we in de tekst van de URL die daarop betrekking heeft. De gekoppelde tekst is het woord hier. Het doel is een nieuw venster. We hebben eventueel een tooltip. Klik hier, druk op OK en we zien dat het woord hier nu onderlijnd is, wat betekent dat er een hyperlink actief gemaakt is.
Desgewenst kunnen we hier nog wijzigingen in aanbrengen in het vak wat hieronder staat. Maar dat is op dit moment niet nodig, want we hebben de styling van de hyperlink zojuist al aangepast. We slaan het concept op, klikken op voorbeeld. We stellen vast dat de hyperlink hier is weergegeven en we versturen weer een test-e-mail. Zoals we zien in de test-e-mail is de foto netjes gestyled in de grootte die we willen en we kunnen de tekst eromheen verweven zien. Hier is de hyperlink en die verwijst direct naar de pagina waar we de lezer van de nieuwsbrief naartoe willen hebben. Tot zover de styling van de nieuwsbrieven. Heb je nog vragen? Stuur mij een e-mail en vergeet niet je telefoonnummer erbij te zetten. Graag tot een volgende keer.